leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Helaas is deze opening niet zoals ik hoopte. Het is namelijk nu een week later. Ik ben mijn video aan het bewerken en ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ik ga het jullie eventjes laten zien. De beelden van maandagochtend zijn helemaal weg. Misschien komt het omdat ik een nieuwe camera heb, ik weet het niet. Maar zoals jullie hier kunnen zien, is er niks meer onbekende camera. Ik kreeg het niet gedaan. Ik heb alleen nog een paar kleine stukjes. Even kijken, dit heb ik nog van Come Get Fashion. En vanaf dinsdag is alles er weer. Dus ik dacht, ik open de vlog gewoon eventjes opnieuw. In dit kleine stukje liet ik deze trui zien die ik had gekregen van Come Get Fashion. En deze bril. En nog twee andere items. Maar dat stukje is wel nog bewaard, dus dat zal ik jullie zo laten zien. Ik zal de linkjes van deze items even in de beschrijving zetten, want ik vind deze bril echt mega leuk. Wacht, ik ga hem even opzetten. Kijk even hoe leuk dit is voor festivals, voor foto's. Dus die. En omhoog vind ik hem ook heel erg leuk. En ik vertelde dat ik mijn camera ging verkopen, dat ik hem op Marktplaats had gezet. Ondertussen is die verkocht, film ik nu met een nieuwe camera. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende weekvlog. Dus die van volgende week. Ik wil jullie in ieder geval heel veel plezier wensen met kijken naar deze weekvlog. Sorry dat het een beetje een andere opening is dan normaal. Maar ja, de beelden zijn weg. Ik kan er niks aan doen. Het is de enige oplossing. Dus veel kijkplezier. Dit is hoe het shirtje van Come Get Fashion eruit ziet. Mij lijkt heel erg chill voor het sporten met een high-waisted sportlegging. Het is gewoon lekker een dun stofje met een knoop. En ik vind hem gewoon heel basic, maar wel echt heel erg leuk. En dit is het rokje. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Ik moet hem wel nog eventjes strijken, zoals je kunt zien. En ik weet niet precies wat dit kleurverschil is. Oh, dat is die flap. Er zit, zoals je hier kunt zien, een onderrokje onder. Maar die is ook best wel kort en transparant. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar hij is best wel kort. En hij schijnt ook door. Want ik heb een donkergroene string aan. En die schijnt dus een beetje door, zoals je kunt zien. Dus daar zou je dan denk ik een huidskleurig iets onder aan moeten. Maar ik vind verder is wel echt heel erg leuk. Dus ik ben heel erg blij met deze items. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ben echt heel erg moe. Het is kwart over acht. En ik lig in bed. Ik ben eigenlijk al helemaal klaar. Ik heb mijn sportkleding aangetrokken. En deze trui van G's Louise. Want ik had echt geen zin om spijkerbroek aan te doen vandaag naar school. En ik zit toch maar tot half één op school. Ik moet om 8:30 weg. Dus ik heb nog even een kwartiertje om op mijn telefoon in bed te liggen. Het gaat dus vanmiddag heel hard regenen. Daar heb ik geen zin om door de regen naar huis te rijden. Maar oké. Vanmiddag als ik thuis kom ga ik een video opnemen voor United Wardrobe. Daarna ga ik even wat foto's maken voor United Wardrobe. Zeg maar, want ik heb alle foto's van de kleding al. Nu maak ik alleen nog foto's van dat ik het aan heb. Zondag komt er trouwens een meisje met haar vader kijken voor deze camera om hem eventueel over te kopen. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat dat zo snel geregeld is. Ik hoop dat we zeg maar het eens zijn over te kopen en zo. We hebben wel een bedrag afgesproken. En nu is het alleen nog kijken of ze het echt ook mooi vindt. Ik zei van ja, je kan gewoon komen kijken. Ik snap dat je wilt zien hoe die eruit ziet. Zeker want als het goed is zondag. En dan wil ik heel erg graag de Canon G7X Mark II kopen. Dus we gaan het zien. Ja, daar gaat echt geen zinnig woord meer uit het hoofd komen. Dus ik ga de camera uitzetten. En nog even wachten. En dan naar school toe. Het is 1:30 en ik ben thuis uit school al een tijdje. Ik heb net even lekker een tostietje gegeten en goede tijden gekeken. En ik ga nu even alles klaarzetten om een video op te nemen. Ik hoop dat ik hem aan de komende vrijdag online kan zetten. Dat ik er genoeg tijd voor heb om te bewerken en alles. Maar morgenmiddag wil ik eigenlijk heel de middag aan school zitten. Dus ik hoop dat ik het vandaag afkrijg. Dan komt hij aanstaande vrijdag online voor jullie afgelopen vrijdag. Dus als hij online staat zal ik hem even in de beschrijving zetten. En dan kan je hem kijken als je het leuk vindt. Vanavond moet ik even de nieuwe collection Flotter opzetten. En ik ga vanavond ook koken en sporten met zoiets. Dus dat is heel erg gezellig. En ik heb dit pakketje binnengekregen. Een bikini van een Instagram account. Maar die komt in een aparte video. Want ik heb namelijk ook een pakketje van Savoe gekregen vorige week. Met heel veel bikinis. Misschien hebben jullie dat wel een beetje kunnen raden. Ik had namelijk een paar hints gegeven. Maar ik wacht nog op twee bikinis van Savoe. En dan ga ik er een video over opnemen. En die bikini die ik dus van het Instagram account heb gekregen, ga ik ook in die video erbij doen. Dat is misschien wel leuk. Dus daar moet je nog eventjes op wachten. Maar ik denk dat het wel een hele leuke video gaat worden. En de bikinis tot nu toe van Savoe passen als het goed is allemaal. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik moet er nog even op twee wachten. En dan kan ik de video opnemen. Maar nu ga ik even een andere video opnemen. Oké, ik ga even wat vertellen.
Pardon. Ik mocht bij Chico weer wat items uitzoeken. En dat wordt dan altijd met DHL geleverd. En het is al de derde keer op rij door DHL dat mijn pakketje dus kwijt is. Het gebeurde ongeveer een jaar geleden met het verjaardagscadeautje van mijn moeder. Toen waren ze het pakketje kwijtgeraakt, of althans. Er staat elke keer dat het is afgeleverd op nummer 13. Ik woon op nummer 13. Ik ga niet zeggen waar, maar ik woon op nummer 13. En er staat elke keer dat het is afgeleverd. En er staat elke keer dat het getekend is door Nijbakker. Dus door mij of door mijn vader. Maar het wordt nooit afgetekend door ons, want het pakketje komt nooit aan. Dus toen had ik, een jaar geleden was dat dus gebeurd met het cadeautje van mijn moeder. Ongeveer 2 maanden geleden is dat gebeurd met het pakketje van Chiquelle. En nu, gisteren, is het dus weer gebeurd met het pakketje van Chiquelle. Allemaal bij DHL. En ik word er gewoon een beetje gek van. Want gisteravond zaten wij om 6:30 te eten. En ik kan op de app terugkijken dat mijn pakketje om 6:30 geleverd is. En is afgetekend door een Nijbakker. Nou, sorry, maar ik zat te eten met mijn vader en mijn broertje. We hebben alle drie niks gezien. Alle drie ook niks afgetekend. En de buren hebben het ook niet. Ik woon op een, zeg maar, een plek waar heel veel buren zijn. Dus ik kan niet elke buurvrouw langs gaan. Moet ik bij 60 huizen aanbellen. Maar ik heb gewoon degene hiernaast gevraagd en daar is niks bezorgd. Ik vind dit gewoon zo bizar dat die postbezorgers zo niet secuur met hun pakketjes omgaan. Stel nou dat er, even gek gezegd, een zieke MacBook of een megacomputer in was. Kijk, deze kleding heb ik dan gekregen. Maar alsnog, ik vind het gewoon echt bizar dat mensen zo met elkaar spullen omgaan. Dus ik had DHL gebeld vanmiddag. Met gezegd van, ja, het is nou al de derde keer. Ik vind het een beetje vervelend worden. Ja, het snap ik, bla bla. Ik dacht, nou, dus los het dan op. Zorg gewoon dat je medewerkers doen wat er van je gevraagd wordt. Dus ze gingen een soort onderzoek starten of zoiets. En werd binnen 2 uur teruggebeld. Dus ik ben net teruggebeld. En eigenlijk met het verhaal dat ze niks voor me kunnen doen. Hij wilde weten wat voor pakketje het was. Welk huisnummer, adres en zo. Of alles klopte. En dan gingen ze onderzoek doen. En in het ergste geval, als mijn pakketje kwijt was, moest ik dat lekker zelf aan Chiquelle gaan melden. En moest ik het maar met hun verder regelen. Dus ik zat natuurlijk net lekker te zeiken over het pakketje van Chiquelle. Dat hij nu was aangekomen, niet bij de buren lag, bla bla. En toen kwam net opeens het buurjongetje dat het toch bij hun bezorgd was. Misschien hebben ze er gisteren overheen gekeken. Of wist niet dat het van mij was wat kan. Want ik zei, is er een DHL pakketje bij jullie bezorgd? En ik snap als ze een witte zak zien dat ze niet aan DHL denken. Maar het pakketje is binnen en ik ga hem gelijk openmaken. De kortingscode staat in de beschrijving, want volgens mij heb ik een kortingscode gekregen. Ik weet het eigenlijk niet zeker, maar ik ga in ieder geval eventjes het pakketje openmaken. Want ik zag ook iets oranjes erin zitten. En als het echt leuk is, kom ik dat aantrekken met Koningsdag. Want over 3 weken is het, of na zaterdag over 3 weken is het Koningsdag. En dan ga ik met Zoe, Jet, Miel, Kees en Storm gaan we naar Oranje Bloesem. Echt vet gezellig. We gaan. En Dagmar gaat ook mee op de heenweg. Maar Dagmar gaat niet terug, mee terug op de terugweg. Die gaat dan met Mick mee. Dat is haar vriend. En Joek en Nigel gaan ook. Maar die gaan met andere mensen. Dus we meeten elkaar daar allemaal. En Smee Giel gaat ook. Dus die zie ik daar ook. En oké, goed verhaal. Ik moest weer een lijstje insturen van heel veel items. En dan kiezen zij er altijd 4 van uit die ze naar je willen opsturen. Ik zie al wat dingetjes die ik inderdaad heb uitgekozen. Dat is logisch. En ik begin met deze trui. Je zou denken, het begint nu zomer te worden, dus waarom kies je een trui? Maar deze leek me heel erg leuk voor de zomer. Omdat het is een gehaakte trui. Met een V-hals, zoals je kunt zien. Ik dacht, dit is echt vet leuk voor over je bikini heen, voor op het strand. Of als je even snel wat gaat lunchen, om dit te doen in een shortje met je bikini eronder. Hij is ook wat korter, zoals je misschien kunt zien. Deze heb ik in een one size. Ja, hier ben ik heel erg blij mee. Ik zal de linkjes van alle items eventjes in de beschrijving zetten. Dit is de trui. En als ik heel eerlijk moet zijn, vind ik de kleur niet heel erg mooi als ik hem aan heb. Ik weet niet. Hij maakt me heel bleek. Ik ben misschien ook nog wel een beetje bleek. Maar misschien dat hij van de zomer wat mooier is als je echt heel erg bruin bent. En dan een leuk wit shortje of een spijkershortje. Voor de rest vind ik het gewoon een mooie top. Hij schijnt wel heel erg door, maar ja, ik zou hem dragen met een bikini. Dan een jumpsuit die ik iets anders qua kleur had verwacht. Dit is een maatje XS. En waarom ik dat zeg over de kleur is omdat zo'n kleur vaak een beetje eruit kan zien alsof je niks aan hebt. Alsof je, als je snapt wat ik bedoel.
Maar ik ben heel erg benieuwd. Dit is het pak. Het is echt heel moeilijk te laten zien. Dit is hem. Hij heeft van die triangel, van die driehoekvormige bovenkantjes. En dan een hele lange broek. Die gewoon bij het eind loopt. Oh, met een split. Oh, oh jeetje. Het is een hele hoge split. Kijk. Oh, bizar. Maar oké, die. Hij stinkt wel een beetje. Maar dit is dus de broek. En er zit ook nog een riempje bij voor een middel. Ik probeer een beetje de kleur goed te... Ja, zo zie je de kleur wat beter. Lijkt echt een beetje op huidskleur. Dus ik hoop wel dat het er mooi uitziet als je hem aan hebt. Als je hem aan hebt. Maar ze had hem ook in het zwart, maar niet meer in mijn maat. Dus nou ja, ik ga kijken hoe deze staat. Dan dit pak. En ik weet dat ik deze items altijd opgestuurd krijg. En dat vind ik echt super lief. Maar ik ben wel gewoon altijd heel erg eerlijk erover. En ik vind dit gewoon geen mooi pak. Als je zo staat, heb je echt een zieke camel toe. Of ja, het ziet er gewoon niet uit. Je ziet alles. En zoals ik al zei, van kijk, zie je, je ziet hier heel mijn bot zitten. En ik vind dit op zich wel mooi, die splitser. Alleen die kleur doet gewoon niks goeds voor me. En zeg maar hierboven zo vind ik het op zich wel mooi. Ik heb wel echt die bandjes helemaal strak moeten doen. Omdat het anders echt veel te los had. Tot hier vind ik het op zich wel mooi. En misschien was het ook wel mooier geweest als die zwart was geweest. Hoor, dat kan. Maar dit is gewoon niet mijn ding. Dan dit rokje. En dit is een beetje een oranje koperkleurig rokje. En ik vond er wel echt heel erg schattig uitzien. Ik heb deze gekozen in een maat 36, omdat ik vind persoonlijk dat Chiquelle altijd best wel klein valt. Dit is het rokje. Ik denk dat dit best wel leuk kan zijn voor Koningsdag. Alleen ik heb al een ander outfitje in mijn hoofd, ook een beetje. Wat met rood is. En dat is misschien niet zo heel erg leuk met zo'n oranje rokje. Maar dit kan ook wel heel erg leuk zijn met een oversized trui of een nieuw jasje. Misschien dat ik hem wel aandoe met Koningsdag. Ik heb nog geen idee. Je ziet een beetje zo'n rippatroontje in het rokje. En ik vind hem wel echt heel erg mooi. Hij ziet eruit van een goede kwaliteit. Achterop heeft hij kontzakjes. En ja, ik ben echt heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. Dit is het rokje. Verbazendwekkend zit hij eigenlijk best wel goed qua maat. Hij sluit gewoon mooi aan eigenlijk wel. Hij is wel een beetje, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar een beetje aan de ruime kant. Maar op zich als je er een leuk riempje omheen doet. Hij is ook gewoon lang genoeg, want je hebt ook heel vaak met rokjes dat ze heel kort zijn. Dat valt met deze echt mee. En ja, ik weet niet, ik vind het wel een leuk rokje eigenlijk. Ik weet niet of ik dit zo snel in het dagelijks leven echt zou dragen, deze kleur. Maar wie weet, ontdek ik wel een hele nieuwe favoriete kleur en wordt dat oranje. En als laatste een knaloranje top in een maatje S. Zoals ik al zei, ik vind altijd dat Chiquelle best wel klein valt. Daarom heb ik van deze ook een S gekozen. Alleen, deze ziet er dan weer best wel groot uit. Maar dit is echt een fel oranje top. Die is ook wel echt gaaf voor Koningsdag hoor. Met dan een leuk spijkerrokje of zo. Nu begin ik echt te twijfelen wat ik moet aantrekken met Koningsdag. Het is echt een neon oranje kleur. Met streepjes erop. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Deze heb ik dus in een maatje S. En hadden ze volgens mij ook nog in andere kleuren. Maar ik vond dat oranje wel echt heel erg gaaf. Dus dit zijn de items van Chiquelle. En dit is de laatste top, de oranje. Ik vind hem echt een heel erg mooi kleurtje. Ik had niet verwacht dat ik dit leuk vond staan, zo'n kleur. Hij is wel een beetje aan de grote kant. Ik had misschien beter een XS kunnen bestellen. Maar ja, dat weet je nooit met Chiquelle eigenlijk. Hij schijnt wel een heel klein beetje door zoals je ziet. Maar ik denk als je er een huidskleurige BH onder doet, dat het wel gewoon kan. Want dit is nu een zwarte. Maar ik ben echt verrast. Ik vind hem echt heel erg leuk eigenlijk. Alle linkjes van de items staan in de beschrijving. Ook de maten die ik erbij heb gekozen. En ik zal nog even kijken of ik voor jullie een kortingscode heb. Want dan zet ik die er ook bij. Het is vandaag woensdagochtend, 8:15 ongeveer. Ik moet zo meteen naar school toe. Van 9:30 tot 11:30. Dus dat is wel echt heel erg chill. Maar gisteravond kon ik gewoon weer niet in slaap komen. Dus echt vanmiddag, als ik uit school kom, ga ik echt even 2 uurtjes slapen of zo. Even mijn gordijn naar beneden. Slaapmasker op, want anders is er veel te veel licht in mijn kamer. Ik moet gewoon echt even slapen, want anders ga ik deze 2 dagen stage morgen en vrijdag echt niet overleven. Want ik moet morgen en vrijdag stage lopen van 9 tot 6. Dus ik moet echt even wat meer slapen. Mijn gezichtscreme is op deze van Clinique, de Moisturizer Sure of zoiets. Maar ik had dus laatst een pakketje weer van Clinique gekregen met een nieuwe dagcreme. Een Hydrating Jelly. Dus ik heb die nu gebruikt. En dan moest je dat pompje erin doen. En dan
Ja, ik weet niet precies, maar ik heb die nu gebruikt. En het voelt echt als een soort breinproduct. Echt heel waterachtig. Ik vind het op zich wel chill. Ik heb deze trui aan van Colorful Rebel. Kan je het zien op de rug? Nee, even staan. Zo. Waar is mijn rug? Daar. Met dat op mijn rug. Gewoon een zwarte broek. En dan doe ik, denk ik, gewoon mijn sandales erbij aan. En mijn winterjas, want het is nu wel lekker weer. Zoals je kunt zien, maar vanmiddag zou het gaan regenen. Dus ik ga niet het risico nemen om helemaal zeiknat geregend te worden zonder winterjas. Dus ik doe gewoon lekker mijn winterjas aan. Ik zit dus al tot 11:30 op school, zoals ik vertelde. Eigenlijk wil ik daar uit school eventjes snel naar de Action rijden. Om nieuwe verzendzakken te halen voor de Night Wardrobe. Omdat er vrijdag allemaal nieuwe dingetjes komen te staan. Dus ik heb wel even van die verzendzakken nodig. En gisteren is een nieuwe collectie van Vlot online gekomen. Vlot is een webshop van Charmaine waar we kleding verkopen. En dit jasje, ik zal een foto hier in beeld zetten van de dingen die uitverkocht zijn. Al, nu al. Echt binnen 2 uur. Het legerjasje, het panterprint jasje en het groene panterhokje. Maar aangezien Char niet meer op school zit, heeft zij alle tijd van de wereld. En gaat zij vandaag even langs Amsterdam om te kijken of er een nieuwe voorraad is. Maar dat weten we niet zeker. Dus ja. Ik ben alweer thuis van school. Ik ben letterlijk voor een uurtje rekenen naar school gegaan. Ik had eigenlijk vandaag tot 11:30 les. Maar het laatste 1,5 uur hadden we Engels. En de mensen die vorige week de toetsen hadden gemaakt, ik dus. En nog een paar anderen mochten naar huis. En als je de toetsen nog moest maken, moest je maken. Dus ik ben letterlijk voor een uurtje rekenen naar school gekomen. Het is nu wel al 11 uur, want ik was nog even uit school naar de Action gereden. Want ik had nog wat dingetjes nodig, dus ik dacht dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik ga zo meteen hierna een aflevering bekijken van Goede Tijd. Die kwam er vanmorgen op te staan. En daarna ga ik even naar mijn moeder, gezellig. Ga ik ook wat kleren meenemen, want ik heb daar een kledingrek en die is nu nog helemaal kaal. Dus ik vind het wel leuk als daar wat kleding aan hangt. En dan kan ik jullie ook gelijk mijn nieuwe kamer laten zien bij mijn moeder. Er komt binnenkort, als mijn kamer echt helemaal af is en zo, een roomtour aan. Maar ik ben nog niet, ja, het is nog een beetje koud. Er zijn nog geen kussentjes, nog niks echt aan de muur. Mijn kaptafel is nog een beetje leeg. Dus ik wil het eerst even een beetje allemaal leuk hebben. En dan komt er een roomtour aan. Maar wat ik bij de Action heb gekocht. Zal ik even kijken of ik het bonnetje heb. Oké, het bonnetje heb ik gevonden. Ik heb allereerst even nieuwe watjes gehad. Want mijn watjes waren bijna op. En ik zag ze liggen en toen dacht ik ook, die neem ik wel gewoon gelijk mee. Ja, deze zag ik nu liggen. Deze zitten er 80 in en ik dacht, ik neem er gelijk 2 mee. Soms hou ik ze bij de Action, soms bij de Kruidvat. Die ligt er gewoon net aan waar ik ben, wanneer ik ze nodig heb. En deze waren... Deze waren 50 cent per stuk en er zitten er dus 80 in. Dan een haarhanddoek, want hier bij mijn vader thuis heb ik al een haarhanddoek. Met panterprint, die is van de Primark. En die heb ik echt wel heel erg lang. Maar bij mijn moeder heb ik er nog geen eentje. Dus ik dacht, ik neem er ook even eentje mee. Want ik zag hem toevallig liggen. En dat kostte ook echt geen drol volgens mij. Deze haarhanddoek was 90 cent. Dat is echt geen geld. Het is een roze. Hij is best wel groot. En dan doe ik altijd, zeg maar, hier zo mijn haar in. Rollen, 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 rollen. En dan zo. Mooi, maar dan met mijn haar erin. Als ik uit de douche kom, want ik vind het heel irritant. Als ik me aan het afdrogen ben en er hangt nat haar over me, ik word er helemaal kriegel van. Dus deze voelt wel wat minder lekker die van de, dan van de Primark aan, maar oké, boeien. En dan heb ik ook nog even een nieuwe conditioner gekocht. Ik gebruik eigenlijk altijd van L'Oreal Dreamlengths de shampoo en conditioner. Laatst hebben jullie kunnen zien, of laatst een paar weken vlogs geleden, dat ik echt een mega fles shampoo daarvan had gekocht. Dat was volgens mij 700 milliliter of zo, ook bij de Action. Dus ik ging kijken of ze de conditioner alweer hadden. Maar die hadden ze nu helemaal niet meer. En toen zag ik deze staan van Sios. En hij is siliconenvrij. En dat is volgens mij heel belangrijk. In een shampoo en conditioner dat er geen siliconen in zitten. En dit is 500 milliliter voor normaal tot beschadigd haar. Van Sios dus. De Professional Performance. Dus deze. En deze was... Deze was maar 1,80. Dus ik dacht, nou, dat ga ik wel proberen. Dan een potje vaseline heb ik gekocht. Omdat ik zat laatst een video volgens mij van iemand te kijken. Of ik zag het op Instagram of zo. Een meisje die geen mascara gebruikte voor op haar wimpers. Maar vaseline. En het zag er zo mooi uit. En volgens mij is het ook heel erg goed voor je wimpers. Dus ik dacht,
ik ga het gewoon proberen. Dus ik heb een potje vaseline gekocht. En deze pas. Potje vaseline was ook 1,80. En dan het laatste waar ik ook eigenlijk voor ging naar de Action. Zijn namelijk weer verzendzakken. Aankomende vrijdag komt er als het goed is een Unite Wardrobe video online. En ik heb allemaal items voor Unite Wardrobe gezet. Maar ik had geen verzendzakken meer. Dus die had ik wel echt eventjes nodig. Ik heb allereerst 2 pakjes gehaald van deze Air Cushions. Zeg maar van met dat bubbeltjes plastic erin. Gewoon van die witte kleintjes. Hier zie je het ook. Er zitten van die bubbeltjes plastic in. En hier zitten er 5 in. Er zitten er 5 in voor 90 cent. Dus dat vond ik niet duur. Dus daar heb ik 2 pakjes van. En dan heb ik in een maatje groter deze gele. Die zitten niet met bubbeltjes plastic, maar die hadden ze ook niet. En hier heb ik er 3 van. En die waren 1,60 per stuk. En zitten er ook weer 5 in. Dus heb ik nu eventjes 15 van deze. En 10 van die kleintjes. Ik dacht dat is wel handig. Want kijk, je kan hem dan gewoon zo met zo'n strip dichtplakken. En ik heb boven etiketten liggen. Dus daar schrijf ik altijd de adresjes op en zo. Dus dat is veel makkelijker dan lopen kloten met vuilniszakken en tasjes en zo. Dus dat. Ik ga nu even goede tijden kijken. Daarna naar mijn moeder. En ik heb ook honger. Maar mijn moeder is dus bijna thuis. Dus ik heb geen tijd meer echt om nu nog een heel eitje in te gaan koken of zo. Ik heb echt zin in een eitje. Dus ik denk dat ik dat dan strakjes vanmiddag doe. Ik ben nu in mijn kamer bij mijn moeder. En het is nog niet echt af of zo. En er is nog een beetje koud. Maar ik dacht, ik laat wel vast zien hoe het er ongeveer een beetje uitziet. Zoals je kunt zien heb ik echt een vet groot raam. Dus dat is echt heel erg chill met filmen. En als je denkt, wat hoor ik? Dat zijn de onderkant van mijn schoenen. Dat is echt heel irritant. Maar oké. Hier zit de deur. En als je dan hier zo kijkt, heb ik een spiegel. Alles trouwens hier in deze kamer is gewoon van de IKEA. Dan dit kledingrek ook van de IKEA en deze hangertjes. Deze kleren had ik net meegenomen van mijn vader om hier op te hangen. Alleen moet nog even kijken welke ik leuk vind voor er aan te hangen. En er moet nog wat meer bij. Maar dan is het in ieder geval niet zo kaal. Hier liggen mijn jas en mijn tas. Mijn bed ook van de IKEA. Dit witte overstrijkdingetje is gewoon van de Hema. En deze had ik ook net meegenomen van thuis. Maar ik wil nog wat heel grote leuke kussens hier. En ik wil nog een leuk kleedje op mijn bed. Dus dat moet allemaal nog even afgemaakt worden. Dan deze kast. Er ligt nog niks echt in. Ja, een doos. En voor de rest niks. Maar hier ga ik gewoon kleding in doen. En ondergoed en dat soort dingen. En in de bovenste laag gewoon verzorgingsproducten. Hier ligt zo'n houdertje wat eigenlijk hierin moet. Maar dit hoort dus bij zo'n make-up organizer. Maar die staat even in bad om schoongemaakt te worden. Dus die, jeetje, ik kom echt niet aan boord. Die hoort daarin, maar die hoeft niet schoongemaakt te worden. Dan dit schoteltje van de Action. Ik weet niet waarom die, wat ik hiermee ga doen. Misschien neem ik hem mee naar het andere huis. Want daar heb ik natuurlijk deze in het groot. Dan deze gouden stolp met dit olifantje uit Ibiza. Met Good Luck erop. Die. En dan heb ik hier dit schaaltje met wat make-up erop. Maar die komt dus hierin te liggen in dat gekke ding. Deze 2 sieradenbakjes van de H&M. En deze grote schaal van de Hema. En dan heb ik hier op de grond nog een kleedje, maar die is een beetje vies. Dus mijn moeder gaat die nog proberen schoon te maken. Oh, en dit is mijn lamp. Een gouden lamp, ook van de IKEA. Dus dit is een beetje mijn kamer bij mijn moeder. Als het straks helemaal af is en ik heb een kleedje en kussentjes en dat is wat folder en zo, dan zal ik dat allemaal nog wel een keertje in een room laten zien, zoals ik al zei. En ik heb dit dingetje van de Action. En die gaat mijn opa, die komt straks op deze muur hangen. Dus dat is heel erg leuk. Ik sta in de lift bij mijn moeder. En ik ga weer lekker naar huis toe. Dan ga ik denk ik even op bed liggen. En daarna aan mijn schoolwerk. Want ik ben echt kapotje moe. Ik dacht misschien is het wel eventjes leuk om aan jullie te laten zien wat er allemaal in de nieuwe collectie van Vlot zit. Er zijn al een paar dingen uitverkocht. Het is echt mega snel gegaan. Maar ik dacht de dingetjes die er nog wel zijn kan ik eventjes laten zien aan jullie. Waaronder dit beige jasje. Die hadden we dus ook in het legergroen met panterprint. Ik heb hem nu zelf in het rood aan. De rode zat niet in de collectie, maar de groene wel. Maar daar hebben we volgens mij alleen nog maar een ML van. En van deze beige hebben we gewoon nog alle maatjes. Dan dit groene panterrokje. Deze is ook heel snel gegaan.
Die hebben ook alleen nog maar een M volgens mij. Vandaag had Char geen school. Of nou, ze is gestopt met school. Dus zij was naar Amsterdam gegaan om een paar nieuwe... hoe heet dat? Een nieuwe voorraad te halen. Maar ze hebben gewoon dus echt bijna niks meer. Op camera... Zo, op camera. Op camera lijkt deze trouwens bruin, maar is dus leger groen. Dan hebben we ook nog een normaal panterrokje. Deze hebben we wel nog in alle maatjes. Net zoals de lange. Deze hebben Char en ik zelf ook. Deze is echt heel erg leuk. We hebben niet alles voor onszelf ingekocht, maar wel een aantal dingen. Waaronder dus dit rokje. Dan hebben we nog een tuinjurkje. Deze is echt heel erg leuk. Dit is de achterkant. Dan dit shirt met Moi Mazel erop. Het is een wit crème shirt met donkergroene letters erop. Dan een heel basic spijkerrokje. Maar dit maakt het echt heel erg leuk. Dit driehoekje hier zo. Ja, ik vind het echt heel erg leuk dit rokje. En hij stretcht echt super lekker mee. Dan dit panter en pink shirt. Ook echt heel erg leuk dit shirtje. Dan het panterjasje die ik dus nu in het rood aan heb. Die hadden we dus ook in het groen. We hebben momenteel alleen nog maar een maatje M en L. Gisteravond was die uitverkocht en Char vandaag nog 3 ML'tjes kunnen scoren. Maar voor de rest was er niks meer. En ze komen ook niet meer binnen. Dus ja, ik denk als jullie deze video zien dat die laatste ML'tjes ook wel zijn uitverkocht. Maar je weet het niet. Hij is echt heel erg leuk. Dat is trouwens ook het jasje van mijn nieuwe Instagram foto. Dan dit jasje, die is helaas ook al uitverkocht. Maar deze was ook echt super leuk. Dan deze mooie zwarte kanten top. Die kan echt met alles. Die kan met de rokjes, die kan met de jasjes. Die kan echt met alles. En dan is er ook iets nieuws bij ons. Namelijk sieraden. We hebben deze grote oorbelletjes en deze kleine oorbelletjes. Omdat wij dragen deze zelf ook altijd. En krijg je hier heel veel vraag naar. Dus ja, dit vonden we wel leuk om ook te verkopen. Nou, dit zijn dus de kleintjes en dit de grote om af te rekenen. En dan hebben we nog dit kettingje met deze hartjes in het zilver en in het goud. En we hebben natuurlijk nog al onze oude collecties. Oh, deze trouwens ook. We hebben een muntenriem. Echt heel erg leuk. Dit is echt wel zo'n festival dingetje. Dus dit is wat we allemaal hebben. Dus ja. Ik ben zo bleek. Ik moet echt naar de zonnebank. Maar ik moet morgen IPL'en bij stage. Hè? Dus dan mag ik even een weekje niet onder de zonnebank. Dus ik ga volgende week donderdag denk ik even naar de zonnebank. Ik heb nu dus dat rode jasje aan. Maar die verkopen we niet. En dat komt omdat toen we gingen inkopen hadden ze echt nog te weinig om het als collectie. Of zeg maar om het, zo, om het in de collectie te doen. Maar we vonden hem zelf wel erg leuk. Dus we hebben hem gewoon voor onszelf meegenomen. Mewdy was hier net. Die is hier blijven eten. Dat was echt heel erg gezellig. En we hebben een stukje in de auto gereden. Want hij had nog steeds niet bij mij in de auto gezeten. Nu is hij met zijn vader naar een modeshow of zoiets in Amsterdam. Waar ook allemaal bekende mensen komen. Lil Kleine, Joël Beukers en zo. Die komen er allemaal. Dus daar is hij nu heen. En dan daarna komt hij weer terug. Want dan blijft hij weer hier slapen. Ik zit echt heel erg te twijfelen. Want ik ga nu eventjes de hond uitlaten. En mijn scooter... Die staat nog voor de deur. Dus ik moet hier eigenlijk naar achter rijden. Maar ik kan ook eventjes met de scooter langs het winkelcentrum rijden. Om een Ben & Jerry brownie te halen. Want ik ben alleen thuis. En ik wil lekker filmpjes kijken. En zou ik het gewoon doen? Oh, ik twijfel zo erg. Ik heb hem lekker gekocht. En nu ga ik lekker YouTube video's kijken. En ik voel me niet schuldig. Althans, nog niet. Het is donderdag vandaag. En ik ben alweer thuis van stage. Ik heb vandaag van 9 tot 6 uur stage gelopen. Ik hoef nog maar 11 dagen stage te lopen. Ik ben zo blij. Vannacht voel ik me echt niet lekker. Gisteravond had ik natuurlijk Ben & Jerry gegeten. En ik denk dat daar iets fout mee was of zo. Ik heb echt geen idee. Want vannacht heb ik echt heel de wc onderloop kotsen. Beetje vieze informatie. Maar ja, het is wel gebeurd. Misschien was het gewoon een trauma. Dat ik gewoon geen Ben & Jerry ijs had moeten eten. Ik ga nu even mijn spullen pakken. En dan bij mijn moeder slapen. Want ik ben nu bij mijn vader thuis. Dus, en dan morgen weer stage lopen van 9 tot 6 en dan lekker weekend. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ben in het huis van mijn moeder, daar heb ik geslapen. En ik ga nu naar stage toe, ik sta echt op het punt om weg te gaan. En ik ben echt zo bleek, ik moet de komende paar weken echt even 3 keer of zo in de zonnebank. Kijk even in het licht hoe bleek ik ben. Maar ik mag nu dus nog niet onder de zonnebank, omdat ik gisteren mijn benen en mijn oksels heb laten IPL'en. En als ik dan nu onder de zonnebank ga... krijg ik pigmentvlekken. Dus ik moet nog wel even een beetje wachten.
Maar dan ga ik echt heel vaak onder zonnebank. En nu ga ik naar stage. En ik zie jullie vanmiddag. Het is vandaag zaterdag en ik ben alweer klaar met werken. Ik sta eigenlijk ook weer gelijk op het punt om weg te gaan. Want ik ga namelijk met Zoe, Dagmar, Twan gaan bij Fappiano eten. En daarna gaan we ook naar de film. Naar Dumbo, de film. Daar ga ik sowieso met Zoe heen. Ik weet niet of Dagmar en Twan daar ook mee naartoe gaan eigenlijk. Maar dat is in ieder geval de planning. Ik heb dit jasje aan van Vlot. Trui van Colorful Rebel. Piecesbroek. En mijn Isabel Marant. En mijn zalige van Tertas. Ik weet niet echt of ik het een leuke outfit vind. Maar ja, boeien. Het is toch alleen maar voor uit eten en de film. Ik heb vet veel pakketjes vanmorgen op de post gaan voor Unite Wardrobe. Want gisteren is een video online gekomen van mij over Unite Wardrobe. En toen is er echt gelijk ziek veel verkocht. Ondertussen ga ik even mijn ringen omdoen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat ik anderen blij heb kunnen maken met mijn spulletjes. Hoe heet dat? Er zijn net ook weer 3 bestellingen geplaatst. Alleen ik heb geen tijd nu om die op de post te doen. Dus dat doe ik morgen. Ringetjes om. Even een luchtje op. En dan ja ik. Telefoon erin. Pasje ligt beneden. Sleutels liggen beneden. Ik neem mijn camera niet mee. Want morgen wordt die waarschijnlijk overgekocht. Dus ik wil hem zo heel mogelijk laten. Maar als ik dingen film is dat met mijn telefoon. En dan zie ik jullie strakjes weer. Het is vandaag maandagochtend. Deze dag hoort eigenlijk niet meer bij deze vlog. Maar ik wilde hem toch even vandaag nog afsluiten. Omdat gisterochtend heb ik mijn camera verkocht. Mijn Sony A5100 was dat. Dat hebben jullie in de afgelopen vlog, deze vlog, kunnen weten. Dat ik mijn camera ging verkopen. En die is een meisje gisteren opkomen halen. Super lief meisje. Het was echt heel erg leuk. Heel spontaan, heel leuk meisje. Die heeft mijn camera overgekocht. En toen gistermiddag ben ik gelijk naar de Mediamarkt gegaan om een nieuwe te kopen. De Canon G7X Mark II. Maar die moest natuurlijk nog opladen zo. Dus ik had gisteren geen tijd om te filmen. Maar dit is mijn camera. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus vanaf nu ga ik daar voor jullie mee vloggen. Ik ga wel gelijk bij deze de weekvlog afsluiten. Want deze dag hoort eigenlijk weer bij volgende week. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer.